Jongens, we zijn nu weer een paar dagen alweer in Nederland. En vandaag hebben we de eerste keer de metro. Tenminste, ik had gisteren de metro gepakt. Elise, vandaag. En vandaag gaan we de eerste keer de stad in, man. We zijn er weer, man. Rotterdam. Lekker rondje gelopen door Kralingen, door de oude buurt. Ik heb mijn nagels gedaan, jongens. Mijn wank is zo fresh, had ik al gedaan. Maar ja, man, het is wel gek of zo. Ja, het was wel weer leuk om in Rotterdam te zijn. Ja. Dus vandaag nemen jullie ook gewoon mee. Nou, we zijn nu echt in de stad. Daar heb je de Reuzenrad, heet dat toch? Reuzenrad in de markt. Markthal, dus ja man. Het is nu echt gewoon zo, man. Je weet toch? Ik ben niet eens Amsterdam, bro. Zomaar. Als je hier bent, moet je natuurlijk ook een loempje halen bij deze man. Dankjewel, dankjewel. En ik heb weer mijn lekkere gezonde drankje die ik altijd haal. Bij de groenteboer. En Elisho. De gezonde Bram. Je eerste Bram. Gezond, als je in Rotterdam bent, moet je gewoon Bram kennen en eten. Ja. Lekker? Ja, man. En waar ik super veel trek in had, was Fabi. En Elisa gaat ook lekker Fabi eten. Smakelijk. Dus wordt één loesie hand. We hebben een hele leuke samenwerking. En daarom wilde ik even dit pakketje met jullie uitpakken. Alleen met één hand gaat het wat moeilijker. Deze twee doe ik even zo meteen. Dit is echt een heel leuk... Waar je denk ik gewoon je make-up dingetjes in kan doen. Of gewoon andere dingetjes. En we hebben dus beide... Oh, gaat een beetje lastig. Even... We hebben dus beide een hele leuke tas binnengekregen. Superleuk. Gewoon zwart. We hebben beide gekozen voor zwart. Dit is trouwens het merk Gaston Lagaffaire. Superleuke to-go tas. Op verschillende manieren kan je hem dragen. Die is van mij en Elise. Die had een ander tas gekozen, wat grotere. Ik heb een wat grotere tas gekozen. Oh, dit is de voorkant. Superleuke tas. Van hem is een ander model. Ook wat groter. En je kan het ook gewoon op verschillende manieren dragen. Je kan het hier dragen en je kan het gewoon op je rug dragen. Ze hebben echt hele leuke tassen. En in de beschrijving doe ik even een linkje met... Ja, met de kortingscode. Zodat als jullie ook een leuke tas willen, dat jullie ook gewoon eentje kunnen aanschaffen met korting. Ik wil even jullie nog iets laten zien wat we hebben gekregen. Hier is die. We hebben dus twee van deze paspoorthoesjes gekregen. Superleuk. Dus ik zet in de beschrijving even een kortingscode. That's it. Een nieuwe dag in Rotterdam voor ons. We hebben weer een leuke planning. Iets leuks op de planning staan. We gaan lekker lachen, man. Rotterdam, ahoy. Caribbean combo. Caribbean combo, man. Dus, thanks, Kenneth, voor het... Ja, echt super, man. Super thanks. Bedankt. We gaan genieten ervan. En we nemen jullie weer mee, man. We proberen lekker stiekem te filmen. Op deze mooie dag hebben we een lekkere bruiloft van Noor. Ja, man. Wat zin heb je er zin uit of wat? Lekker pissa oele. Zijn jullie ready, boys? Huh? Ja, maar smooth papies hier zo. Smooth papies, man. Genieten vandaag. Vandaag hebben we alweer een andere bruiloft. Wedding day 2. Van een hele goede vriend van mij. Hij is getrouwd. En ja, we gaan gewoon chillen. Genieten van de Turkse dans vandaag. Van backpack kleren naar chique dingen. Maar ja, man, we kijken wat we kunnen filmen en we nemen het weer mee. Yeah, move.
weer terug, man, na een drukke periode van mensen bezoeken, bruiloften. Bijkomen. Bijkomen zijn we nu bij, hoe heet dit? Friday Reflection. Ja, we zijn uitgenodigd om een sessie mee te doen met Joël. En dan gaan we een beetje praten over... Door middel van kaarten die we gaan trekken, daar staan vragen en dan moeten we die dus gewoon beantwoorden. En ja, we zullen jullie gewoon laten zien hoe het gaat. Ja, een hele leuke sessie. Ja, ze is drie nog. Dus wat is drie? Allereerst, waarmee ik wil beginnen, is een voorstelronde. Vertel gewoon wie je bent en geef nog meer informatie die je graag zou willen geven. Dat jij meester bent, dat ze hun kinderen soort van, zeg maar... beschermen omdat je man bent met al die verhalen, en al die dingen. Hallo jongens, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag iets leuks doen. Ik ben onderweg naar The Interviewer en dat is een show waar we dus geïnterviewd worden. En ik heb afgesproken met Elisha bij Capelle Centrum. Ja jongens, we wonen niet samen, dus we moeten weer afspreken. Maar ja. Ik dacht, we gaan weer even lekker weer dit in onze vlogje zetten. Dus ook vandaag nemen we jullie mee. Het is trouwens kapot lekker weer en ik weet echt niet wat ik moet aandoen, heel de dag. Maar ik ben wel blij dat de zon schijnt. Dus we nemen jullie mee. En zag ik van oor tot oor een glimlach op hun gezicht. En dan stond er een tekst onder van, ja, we dachten maar, we skippen de auto, we skippen het huis. We pakken gewoon al het geld wat we daarvoor hadden gespaard. Stoppen we in een vliegticket en we gaan gewoon een wereldreis doen. En waarom? Omdat we onze hart willen volgen. Maar op dat moment kwam hij echt met een hele goede plan van, kijk, we moeten meer sparen. We moeten gaan kijken waar we kunnen werken om langer weg te blijven. En toen dacht ik van, oké, ja, hij heeft wel echt gelijk. We gaan een wereldreis maken. Zei Jalisa van, weet je, laat het huis, we gaan nu vandaag nog een wereldreis. En toen zei ik, wacht eens even. Ja, nu juist even rustig gaan. Ja, zei we alles vandaag en ik ben weer van rustig. Plannen en... Ja. En zo. Als ik voor mezelf spreek, ja. Ik ben altijd wel iemand geweest die echt... mijn doelen afgaan. Ik wil altijd gewoon bereiken wat ik in mijn hoofd heb. En het is niet altijd makkelijk. Hallo! Vandaag hebben we echt iets leuks op de planning. We zijn uitgenodigd bij de Bounce Urban Festival. Om daar... Filmfestival. Om daar mee te praten in een panel. En voor de eerst gaan we op een rode loper lopen. Toch, baby? Met carpet dingen, man. Ja. Dus we zijn nu onderweg naar Amsterdam. En vandaag nemen we jullie natuurlijk gewoon lekker mee. We made it. We hebben het gehaald. We zijn op tijd. We zijn op tijd. Man. Daar gaan we zo meteen zitten. En we zijn eindelijk in de zaal. Super nice. Ready? Sowieso. We hebben net een film gekeken. Oké, mensen, blijf gerust zitten. Want we hebben nog de after talk. Liefde is liefde. Maar vandaag stellen we Black Love centraal. Ja. Kennen elkaar inmiddels alweer 9 jaar en hebben geen vaste datum voor hoe lang ze nou eigenlijk samen zijn. Ja. Een koppel wat veel samen heeft gereisd, heeft 2 jaar werelddelen eigenlijk afgereisd. Dus dat betekent dat ze elkaar heel goed hebben leren kennen. Alles vastgelegd middels vloggen en fotograferen. Nu weer terug in Nederland is Elisio werkzaam als schilder en Jalisa in het sociale domein als hulpverlener. En Jalisa is heel erg trots op het feit dat Elisio heel erg ondernemend en creatief is, maar super bescheiden. Dus iets wat men niet zozeer van hem ziet. Hij pronkt er niet mee. En Elisio is heel erg trots op de passie die Jalisa heeft. En doorzettingsvermogen. Eigenlijk hetzelfde als Jalisa. Als jij ergens voor gaat, dan ga je er 1000% voor. Nou, hij heeft me gevraagd via de ping. Je moet het gewoon face-to-face vragen, maar ja. Dacht ik nooit van kopen. Nee. Dit is een mooi moment, hoor. Ja. Uiteindelijk begon ik haar toch leuk te vinden, maar ik blokkeerde mezelf. Gaat niet weer een relatie. En uiteindelijk kan je er niet meer omheen. En toen ging ik ervoor. En daarna, het lukte mij niet in het begin. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je, of alles of niks. En ze zit nog steeds naast me nu. Ja, mooi. Ja.
Dus als ik naar hem kijk, denk ik, ja, ik heb gewoon een hele sterke man achter me staan en naast me staan. Ja. Ja. Mooi, dat is mooi! Ja man, red carpet. Elise, lekker filmen. Ja. Ga daar staan hoor. Ga. Ja, ik voel het. En tegen je gasten schreeuwen. We zijn net ook gewoon interviewd door Zuidoost TV. Superleuk. Thanks. En hoe gaat het? Lekker met jou. Goed hoor, lekker interview gehad. Om je interviews van. Ja man, ja man. En we zijn net weer terug in Rotterdam en we eten lekker bij Woes Freddy. Super spannend. Oh damn, we gaan lekker jong man. Gisteren waren we weer, hadden we een leuke dag. Vandaag gaan we weer knallen. We zijn bij McJoon, waar ik zo meteen ga spreken. Ik heb er wel echt heel zin in. Beetje zenuwachtig, maar gezonde spanning. Ja, we gaan over een uurtje zo gaan we beginnen. En ik moet wel zeggen, ik heb wel een beetje gezonde spanning, maar dat is denk ik wel normaal. En we zijn met allemaal andere inspirerende vrouwen die vandaag hun falen gaan doen. Dus super nice. Er is een dame die zo meteen het podium gaat betreden, die 3 jaar geleden op het punt stond om dat huis te kopen. En in plaats van dat te doen, dacht zij, weet je wat, ik heb een beter idee. Ik ga een enkeltje Japan boeken en ik ga mijn dromen achterna. Ik wil jullie vragen, oh daar is ze, kijk, prachtige foto samen met haar vriend. Zij maakt haar dromen werkelijkheid en ik wil jullie vragen om haar een hartelijk applaus te geven. Felissa, kom nu het podium. Ik dacht, hoe ga ik mijn verhaal vertellen? Begin ik direct over mijn wereldreis of begin ik over mijn reis naar mijn wereldreis? Ik wil advocaat worden. Waarom? Omdat ik hou van praten. Maar we weten allemaal dat je dan geen advocaat moet worden. En op dat moment dacht ik, de zin die mij altijd kracht heeft gegeven is, je zult zeker tijdens het bewandelen van je pad, zul je zeker vallen. Maar het gaat erom dat je ook weer opstaat. Dat geeft je kracht om weer verder te gaan. En het vertrouwen, daardoor stijgt ook zeker. En op dat moment ging ik naar de universiteit. En ik weet nog, de eerste keer toen ik op de campus liep, op het plein, ik dacht, ja. Ja, mijn dromen zijn nu werkelijkheid geworden. En dat heb ik zelf gedaan. Ik ben gevallen, ik ben opgestaan, maar ik heb het ook zeker gedaan. En nog op dat moment toen we naar Brussel Airport gingen, we stonden daar en ik dacht, ja. Dus durf gelukkig te zijn. Dankjewel. Nou, het is net afgelopen en ik heb hier mijn lovies bij, mijn steun en toeverlaat, mensen die hebben me gecoacht, mijn moeder die staat daar te praten en ja man. Nu gaan we jou filmen. Nee, wacht. En mijn andere vriendinnen zijn alweer weg, maar het was wel echt heel, hoi, echt super nice om mee te maken, echt heel nice. En voor de hele goede, lekkere sfeer die er vandaag was en alle vrouwen hebben het echt top gedaan. En ik ben gewoon lekker aan het nagenieten. En dankbaar dat mijn mensen er waren. Dankbaar dat ik zoveel liefde heb mogen ontvangen vandaag. En ja, het was gewoon echt super nice. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Dit is dan het einde van onze eerste vlog in Nederland, man. We zijn nu inmiddels al 6 maanden in Nederland bijna. Over een paar dagen. Elke keer zeiden we, ja, we gaan deze vlog online gooien. Maar we merkten aan onszelf dat het gewoon niet lukte. Het werkte niet. We waren meer bezig met onszelf. En we moesten gewoon even rustig inkomen in Nederland. Daarom hebben we bewust op een gegeven moment gekozen van, weet je, we laten dat even links liggen. En we gaan gewoon even focussen op het nu, op onszelf. En gewoon even inkomen in Nederland. En dat is ons nu gelukt. Het is nog steeds moeilijk, maar daar gaan we nog een apart filmpje over maken. Ja, want ik vind wel dat we daar verder in, ja, met jullie daarover kunnen hebben. Dat we ook gewoon kunnen vertellen van, hè, hoe we ons hebben gevoeld. Wat we al die tijd hebben gedaan. Dus daar komt nog een apart filmpje over. En wat Ilya al zei. Ja, we waren gewoon meer bezig in het nu zijn. En wennen dat we weer terug zijn. Ja. Maar vandaar dat deze vlog misschien wat slordig uit kan zien. Of dat het van hop naar her. Ja. En daar en daar. Maar en dat, niet alles goed uitgelegd. Eigenlijk. Ja. Beetje. Niet goed uitgelegd, met ook met dat we weer zijn gaan werken. Gewoon alle dingen willen we nog even goed in een filmpje gaan uitleggen. Maar wees niet getreurd, we gaan weer vloggen. En ja,
We gaan het weer oppakken. Ja, we nog niet hoe we het gaan doen, maar we gaan het zeker wel weer oppakken. Of het oppakken. Wekelijks wordt of niet. Of ja. Moeten we even kijken hoe we het gaan doen. Maar we hebben wel hele toffe dingen al in deze half jaar mee kunnen maken. Ja. En we zijn echt dankbaar met onze mensen en gewoon dat we weer hier kunnen zijn. En daar wil ik wel echt even een shout-out geven voor de mensen die ons echt met positiviteit hebben aangesproken, berichten. Die, weet je, die we hebben ontvangen. We zijn er echt dankbaar voor. En dat heeft ons ook weer... Heel veel van die onbekende mensen. Ja. Oh, zo. Wat tof. En ook veel energie gegeven om toch gewoon weer verder te gaan met wat we eigenlijk deden. Weet je wel. Gewoon vloggen. En dat gaan we dus gewoon doen. En voor nu wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken. Nogmaals, sorry dat we zo lang niks van ons hebben laten horen. We zijn in jullie woonkamer. Zeker weten. Volg ons gewoon op onze Instagram. Reisjegek. En tot zijn we terug, man. Tot de volgende keer. Blijf in Nederland of gaan we verder? Hi, weet je. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En deel onze YouTube channel.